Wat wij merken is dat vrijwilligers ongelooflijk hard werken en van heel grote waarde zijn voor onze verenigingen. Dat het wel steeds lastiger wordt om samen met vrijwilligers aan al die eisen en die flexibilisering van vragen invulling te kunnen geven. We hoorden van alle verenigingen die zeggen, joh, weet je, wij hebben een professional in huis die zorgt dat die vrijwilligers weten wat ze moeten doen, dat ze op mij terug kunnen vallen, dat ik ze op weg help. Ja, dat geeft zo'n boost aan een vereniging. We willen het seizoen openen met een seizoensopening, een toernooi en een hele dag voor alle leden van die verenigingen. We gaan met het vrijwilligersbeleid bij een vereniging aan de slag of we gaan bewust met de trainers van een vereniging aan de slag. Maar dat is zoveel voor die verenigingen dat het goed is dat ik een soort spin in het web kan zijn die al die mogelijkheden op kan halen en de verenigingen kan helpen om hun voordeel daarmee te doen. Dus het is altijd iemand dicht bij de vereniging, samen met de vereniging in opdracht van het bestuur, die hier invulling aan geeft en die op die manier passend bij de lokale context daar invulling aan probeert te geven. Oh, go, 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 go! Je bent creatief, enthousiast, leuk. De verenigingen praten al jaren met elkaar. Er zijn allerlei goede ideeën om te zorgen dat het volleybal beter wordt en dat die verenigingen sterker worden. Maar de bottleneck is dat die ideeën ook uitgevoerd worden. Want vervolgens gaat elke club ook weer met zijn eigen dagelijkse dingen aan de slag. En zo'n sportcoach, zo'n professional, geeft gewoon zeg maar de juiste trek in de schoorsteen dat gewoon tot stand komt. De vrijwilligers die binnen een vereniging actief zijn, dat die weten dat ze altijd terug kunnen vallen op die sportcoach. Dat zo iemand zegt, ja, dit is gewoon mijn vak, dit is mijn beroep en dat doe ik. Het is super gaaf om daar de hele week mee bezig te zijn en meer mensen meer plezier in volleybal te laten hebben. Wij dragen deels bij, hè. Wij investeren per vereniging, per professional. Maar tegelijkertijd gaan we ook in gesprek met de lokale partners en met de vereniging zelf, hoe we daar een multiplier hebben, noemen we dat, op kunnen zetten. Je ziet veel meer die onderlinge samenwerking. Het is niet meer alleen het spelen van een spelletje en hopen dat je kampioen wordt, maar het gaat echt om een veel breder aspect wat het hele sportbeleven. Het gaat over verbinding, het gaat over maatschappelijke socialisatie, het gaat over werk, over participatie. Dus het is veel breder dan het spelletje alleen. En daarom willen we dat ook mee investeren, mee ondersteunen, want je wilt het ook voor de toekomst, zodat een volleybalvereniging als Apollo daar ook op bij kan benen.